tweede stuk wat we gaan spelen is een 12-tonig stuk. Het is ook wel leuk om dat uit te leggen. Het 12-tonige systeem is het eigenlijk, is uitgevonden door Schoenberg. Er is een periode geweest in de muziek waar we een totaal van toonladders afhouden. Dat is rond de Tweede Wereldoorlog leefde Schoenberg ongeveer. Nou, hij heeft de Wereldoorlog meegemaakt. Hij heeft al heel veel stukken ook met inspiratie daarvan geschreven. Zijn hele heftige stukken geworden. Maar het idee is erachter dat door alle 12e noten te gebruiken die er zijn, kom je eigenlijk met een muziek die absoluut niet in een toonladder staat. En dat hoor je ook. Het is niet uit te leggen eigenlijk. Maar het is misschien wel leuk om te laten horen, dan is het iets makkelijker te begrijpen welke twee reeks ik nou gebruik. De eerste reeks, dat is, dit. Denk misschien van, wow, wat is dat goed. Maar het is de manier waarop je het uitwerkt. De tweede reeks is, die heb ik samengeplakt in akkoorden. Wat in principe niet de bedoeling is van het 12-toon systeem. Maar ik heb het ook wat redelijk vrij geïnterpreteerd. Ook al zo fantastisch, maar nu ga ik dus het stuk spelen.